bevinden ons in lounge 2. We zijn een jaar geleden begonnen met de verbouwing. We hebben nu fase 2 opgeleverd. Dat is onder andere hier om ons heen te zien. En we zijn een paar weken geleden zijn we gestart met fase 3 om het laatste deel van de verbouwing af te ronden. We zijn op dit moment in het bouwgebied van lounge 2. We zijn een tijdelijke winkel aan het opbouwen, zodat we ook de rest van fase 3 in de stofschotten kunnen zetten. Daarnaast zijn we druk aan het slopen van de vloeren, plafonds en al andere onderdelen die nog in de lounge aanwezig zijn, zodat we daarna weer kunnen opbouwen. Lounge 2 is het kloppendart van de terminal. Tijdens de verbouwingen moeten wij daar rekening mee houden met de werkzaamheden die wij uitvoeren. Dus tijdens de verbouwing hebben we altijd rekening gehouden dat er voldoende ruimte en faciliteiten zijn voor de passagiers. De bagagekelder bevindt zich hier onder de lounge. De bagagekelder wordt straks ook zichtbaar uiteindelijk door middel van een kijkvenster wat gerealiseerd wordt. Met het plafond hebben we ook geprobeerd in de lounge rekening te houden met ook de zichtlijnen vanuit het vertrekfilter. Als iemand het filter uitkomt, word je gelijk het zicht naar de buitengevel getrokken. Om zo ook een ruimtelijk beeld te creëren. Kortom, de lounge wordt met de dag mooier en mooier. En we kijken erg uit naar de opening.